De oudste waterzuivering van Almelo, de Vissendijk, aan de Plesmanweg, zal in 2018 een grondige renovatie ondergaan. Om de komende 15 jaren weer helemaal aan de eisen van de tijd te voldoen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wat doet de waterzuivering eigenlijk? De waterzuivering is in algemeenheid zuivert afvalwater. En dat doet een waterzuivering op zodanige manier dat het uiteindelijke effluent, zoals dat heet, wat hier weer de poort uitgaat, weer terug kan naar de watergangen, naar het systeem. Wat voor water zuivert u eigenlijk? Want ja, er valt regen. Ja, er valt inderdaad regen. Dat komt ook mee. Daar heb je ook mee te maken. Maar het meeste water wat hier gezuiverd wordt, is gewoon het droog weer aanvoer. Dus mensen die gaan naar het toilet, produceren afvalwater. Dat afvalwater wordt door de gemeente, door de rioleringscentraal, hier naar een rioolwaterzuivering gebracht. En hier binnen de rioolwaterzuivering maken wij het dan zodanig weer schoon dat het weer terug kan naar de natuur. Dus is geen... Naar de natuur. Ah, je kan er niet een glaasje van drinken. Het is niet zo dat je daarbij komt te overlijden, maar het is inderdaad zo dat het geen drinkwater is. Dat doet een andere maatschappij, dat doet Vitens, die maakt er weer drinkwater van. En nou zijn we hier op de Vissendijk. Dat is een van de twee plekken waar dus het water gezuiverd wordt. En dat gaat een renovatie ondergaan. Waarom eigenlijk? Deze zuivering bijvoorbeeld loopt toch wat achter qua procesautomatisering. Qua beheer, om beheer op orde te krijgen, willen we dan toch deze zuivering gaan verbouwen. Zodat die na de verbouwing wat makkelijker te bedienen is. En nog beter kan voldoen aan de effluenteisen die gesteld zijn aan deze zuivering. Hij wordt up-to-date gemaakt. Hij wordt inderdaad helemaal up-to-date gemaakt. En dat gebeurt dan zowel voor procesautomatisering, elektrotechniek, als we kijken even weer naar werktuigbouwkunde, mechanisch en naar civiele aspecten. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen. Dus het maken van het ontwerp, verder detailleren van het ontwerp. Dat zal zich uiteindelijk gestalte krijgen in een bestek met tekeningen. Dan gaan we na de zomer, denk ik, gaan we de aanbestedingen houden. Dat houdt in dat we dan aannemers gaan selecteren om de werkzaamheden hier te gaan uitvoeren. Nou, dan heb je nog wat voorbereidende werkzaamheden voor de aannemers nodig. Dan denk ik dat we in 2018, dat dan het grosso modo qua uitvoering hier gedaan zal zijn. En dan begin 2019 nog. En dat we zo in het voorjaar, medio 2019, helemaal klaar zullen zijn met de aanpassing van de rioolwaterzuivering. Wat kan de gewone burger nou doen om toch uw werk wat makkelijker te maken? Door geen dingen in de riolering te stoppen die niet gewend zijn. Hè. Elk jaar propaganderen wij ook weer met oud en nieuw. Dat niet dat frituurvet via de riool wordt aangevoerd. Daar hebben we veel hinder van. Dus het normale aanvoer van afvalwater, zoals wij het altijd noemen, je poep en je pies, dat is prima. Daar functioneert deze zuivering op, want daar zitten de bacteriën ook in die uiteindelijk het afvalwater weer schoonmaken. Dus dat is prima, maar geen dingen die niet gewend zijn als overdadig vet of dat soort aspecten. Dat is wel hinderlijk voor een afvalwaterzuivering.